Arnold Karskens tijdens de NPO-presentatie. De eerste die jij bijwoont, neem ik aan. Klopt, ja, ja. Wat vond je ervan? Nou ja, nee, ik vond het natuurlijk een heel leuk programma, 45 minuten lang. Met alle ruim 90 programma's die wij komend jaar gaan zien op de NPO. Maar ja, er mis toch wel zaken die we denken heel goed kunnen invullen volgend jaar als Omroep Ongehoord Nederland. Hè? Kijk eens, wij hebben natuurlijk een duidelijke missie en visie als omroep. Hè, met pijlers als kritisch naar de massa-immigratie toe, kritisch naar de Europese Unie toe, kritisch naar de klimaatgekte toe, voor het behoud van de Nederlandse tradities en cultuur, voor directe democratie. Hele belangrijke pijlers in een maatschappelijk debat. En ja, dat ontbrak nog een beetje bij deze presentatie. Dat snap ik. Wat voor programma's willen jullie maken? Wat is voor jou het speerpunt dan komend seizoen? Nou, we zetten helemaal in op nieuws, duiding, actualiteit. We willen graag het nieuws, wat nu gebracht wordt door de NPO, van een andere kant belichten. Dus de bol van een andere kant beschijnen. En nou ja, daar is voldoende ruimte voor. Ja. Want ja, nou ja, we zijn dus niet tegen de nieuwsvoorziening zoals die er nu is, maar we willen heel graag iets toevoegen. En waar mensen ook echt het gevoel hebben van, ja, dat wordt niet besproken omdat het toevallig niet woke genoeg is of omdat het niet politiek correct is. Nou, daar trekken we ons helemaal niks van aan. We vertellen de waarheid zoals wij denken dat die is. Wanneer is het eerste programma te zien, denk jij? Als het goed is, januari. Maar goed, ja, maar er wordt nu nog om geknokt natuurlijk. Welk tijdslot precies weten we allemaal nog niet. Nee. Maar goed, we zijn in overleg. En ja, het is natuurlijk, andere omroepen moeten een beetje plaats maken voor ons. Maar nou, wij hebben recht, hè. We hebben ook iets van 2 miljoen, ruim 2 miljoen mensen. Maurice de Hond heeft dat is nagegaan. Die onze standpunten helemaal zien zitten. Dus ja, we hebben ook recht om tijd te eisen, te vragen van de NPO. Hoe is de ontvangst tot nu toe? Is het door Hilversum? Nou ja, kijk, door de collega's? Ja, we zijn nieuw kids on the block, hè? Dus ja, anderen moeten toch een beetje opzij staan. En ja, het is natuurlijk ook nieuw voor ons om een beetje kennis te maken met de mensen en hoe het rijlt en zeilt en met de pitches en zo en hoe je presenteert. Maar ja, we voelen ons heel erg gesterkt door al die mensen die ons steunen. En nou ja, we zijn hier om ook te blijven. Wij hebben 50.000 leden, was het minimum. We zitten nu al op 60.000 leden. We willen gewoon een hele grote omroep worden in Hilversum. En dat gaat ook lukken. Maar goed, met kleine stapjes natuurlijk. Niet allemaal direct. En een kind kruipt eerst voordat het kan lopen. Maar uiteindelijk zullen we een hele grote volwassen omroep worden. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Dankjewel en succes. Dankjewel.